Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandoing! Lekkering! Zeker lekkering, we gaan het nog een keer proberen. Het toernooi. Je hebt der toernooien. Gegrindigd. We hebben gegrindigd, we hebben Pokémon van level 60 en een Blaziken van level 62. Appetijing! En we gaan nu weer al die battlings proberen. Ja, weet je wat het echt het nadeel is? Dat ze niet zijn healen. Dat, en dat ze meer mons hebben dan in de normale game. Wow, word ik zo hard genaaid. Ja, zeker. Is niet normaal, in. Daar heb je mevrouw met de big boobs weer. Ja. Ah, a big crowd like this, it's a little intimidating. Jokes on her, wij hebben een Pokémon met Intimidate. Kaboomy. Boop. Explode en Scissor. Ik weet alleen niet meer met welke mons je begint. Met Blaziken en Gardevoir. Ja, enigszins wel goed. Ik zou wel Heatwave gebruiken en dan Moonblast of Psychic Explode. Dan verlies je in ieder geval de Gardevoir Needing. Oh, hij gaat gelijk voor Bullet Punch. Dat is kut. Oh, wat veel damage. Oh, daar. We hadden nog dingen moeten kopen. Coping, healing items. Maar volgens mij heb je ook niet zoveel geld. Niet zoveel monies. Ja, ik krijg van Mount Battle geen geld. Nee, je krijgt coupons. Oh. Kan je dan niet items kopen van die coupons en die weer verkopen? Ja, maar volgens mij krijg je er niet zoveel geld van. Hmm. Nou, wel voor die battle items, maar ja, die kosten ook heel veel coupons. Dat is een beetje, dat is zuur. Lekkering. Exploding is doding. Kabooming. Kabooming. Infopointing. Pit geelt. Pit geelt. Speed geelt. Bounce on the motherfucking house. Bounce on the motherfucking house. Op de Vaporeon? Ja. En dan de Pidgeot afmaken. Hoppain. Hit this. Maat. Ja, dat verwacht ik wel. Maar dit... Oh nee, zeg me niet dat het rit. Fuck. Goed, we gaan resetting. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Volgens mij kan ik gewoon zo resetten. Hoppatee. Zie jij dit nog? Ja, ik zie het. Oh, nee. Het was leuk, zolang het duurde. De eerste battle ging net veel beter, maar dan moet ik misschien ook even met andere Pokémon starten. Ja... Ik kan... Blaziken, Hypnotopping. Ja, Blaziken, Hypnotop. Kan ik doen. Voel het wel. Ja, doen we dat. Oh, en ik moet AGG Ron nog zijn leftovers geven. Ja, dat is een hele goeie. Dan geef je die en dan save je nog even een keertje, want anders moet je zo meteen nog een keer... Oh, jij bent zo'n slimpy guy! Och. Dude, dat heb ik al een keer gehad in de speedrun, dat ik ergens dood ging. En toen probeerde ik het nog een keer, toen dacht ik, wacht. Mijn mon heeft het item niet die ik moest geven. Keuring. En zo leer je ook weer nieuwe dingen. Ja. Ik hoop dat ik snel weer Lucky Friends word met iemand. Je mag met mij Lucky Friends worden. Ja, maar volgens mij moet je dan wel echt, hoe heet het, Ultra Friends zijn. Of nee, Best Friend. Is Lucky Friends iets randoms? Ja, je hebt 2% kans of zo om Lucky Friends te worden. Dan zie je zeg maar bij de naam van een andere speler zie je dan drie bolletjes. Aan de linker en rechterkant. Oké. Okay.
En dan staat er, als je hem opent, staat er onder Lucky Friend. En dan als je ruilt, dan worden de stats van de mons die je ruilt, wordt dan opnieuw bepaald. Ah. En als je dat met shinies doet en je ruilt bijvoorbeeld eentje die bijvoorbeeld 1 ster is of zo, ja, dan kun je een shiny krijgen die 3 sterren is bijvoorbeeld. Well, yeah. Volgens mij hebben Jordi en ik dat ook gedaan. En hij ruilde mij toen een shiny Pyroclyne. Maar nu begint hij met de Vaporeon. Ja, random teamings. Bounce op de Vaporeoning. En triple kicking op de eggplant. Ja. Ja, of ook op de Vaporeoning. Dat die Vaporeoning gewoon goning is. Ja, want freaking Hydro Pump. En dan de hele tijd healing. Volgens mij doet die Explode toch alleen maar Shadow Rush. Bob thing, weg ermee. Oh, nice thing on the cake. Lingering. Laat die Scissor maar komen dan. Ja. Nice. Bob thing, Cindering. Missed. Missing. Dan trip kicking op de Exploding. Nou, dit zal waarschijnlijk nog niet heel veel doen. Oh, nou, dat doet wel redelijk wat. En dan gaat hij... En hij is geparalyzed. Kijk, dit is Gucci. Ah. Dit is Gucci. Want nu gaat hij extra sensory doen. Bad verdoring. Oh. Lagering, Heatwave, Trap Kicking, Booming. Hopping. Oké, nu komt de Pharaoh. Sorry, de Pidgeot. Ah, het is bijna hetzelfde. De ene heeft de aandekam, de ander heeft lang haar. Precies. Nou, wat een tyfus onzin. Maar dan is Blaziken straks al dood en ik moet hierna nog 4 fights. Anders Blaziken even tijdelijk switchen. Ja, voor Ampharos. Ja, zeker. En dan triple kick op de... Ja, die Pidgeot heeft Hurricane. Dat zal wel wat... Oh, en Hyperbeam. Oh, what the fuck? Waarom geef je een Pidgeot? What the fuck, maat? Hij heeft al 3 keer gemist. Ja, 75. Accuracy. 3 keer! What the freaking... Thunderballing. Trump kinking. Nee, die doet in ieder geval niks. Hoppatee. Nou, beter dat hij nu hitte. Ja, nou de vierde keer mag wel een keer. Het is wel een beetje te laat, though. Oh ja, had ook nog een Snorlax. Oh ja, die was ik ook vergeten. Thunderballing. Oké. Trample kicking, Thunderballing. En dit keer hit het juist. Appetee. Zo lelijk. Die ogen, maat. Ja. Hij heeft iets heel engs gezien. Oké, maar dit was pas battle 1. Kut. Waarom heet die chick Thomas? Mino get it. Ja, dat heb je soms. Jongen, Paddy stuurt me geen gift. Ik moet nog 30 dagen interacten met Paddy en dan zijn we best friends in Pokémon Go. Wow. Dus dat gaat heel goed. Hij moet alleen mijn gift...
hij moet mijn gifts openen, dat kan ook helpen. Zeker, man. Oké, ik zie hier potentie. Heatwave, triple kick op de Jolteon? Ja, want die, ik denk dat die Jolteon je, je Blaziken gaat killen. Dat denk ik ook. Oh, hij is zelfs eerst, kut, sorry. Ik weet dat Dragon Pulse veel damage deed op de Jolteon. Oh, maar die is ook wel laag HP. Ik weet niet of je hem wilt bewaren. Oh, fuck it. Ik denk dat dit sowieso al een gelopen zaak is. Want die eerste battle ging veel te kut. Ja. Anders training naar level 70. Ja, het is goed. Daar ging Jolty on. SMS Jolty on naar 6-4-6-4. 6-9-6-9. Oh, 6-9-6-9. Wel mooie nummering. Team bombing. Op de hip-hop topping. Oh. Oké, prima. Thunderbolt kan ik gewoon op Marowak doen, want die is toch Fire Ghost? Ja. En dan triple kick op de Cactuar. Dat is super effective, dus die is ja, gone. Nee, green, die is Poetsie. Iemand heet in Pokémon Go Underbroekje. Nee, deze is scherp. Oh nee. Oh no. Oeh, dat deed best wel damage. Boomerang doet deze ook heel veel damage, denk ik. Niet eens step, maar. Maar dat is niet erg, dat is niet erg. We hebben triple kick, dat is super effective op de Sharpedo. Dat is fijn, inderdaad. En je kan... Gardevoir? Ja, Gardevoir Moonblast, denk ik. Moonblast. Ondanks dat hij fire is, kill ik hem wel met Moonblast, denk ik. Ja. Je kan ook Psychic, dat is neutral. Ja. Maar hij is toch al bijna dood, dus... Hopping! Dat was de Marowak. En als ik nou de triple kick hit op de Sharpedo, dan heb ik ook nog het geluk dat die ook daar is. En dan heb ik alleen nog een Crobat die ik zou kunnen vangen. Maar dat gaan we niet doen. Psychic. Ja, precies. Ah, oh, is eerst. Zo jammer. Oké, okay, ik hit iets als goed, want het kill. Ja, nice. Nu is alleen de vraag: wat gaat Crobat doen? Gaat hij voor een sludge-ding of gaat hij. Maar ik denk dat ik. Ben ik niet sneller dan Crobat? Nee, nee, 100% dat hij sneller is. Wacht. Ik kan niks anders doen, hè? Je had helemaal kunnen switchen naar. Oh ja, nou ja, het valt mee. Nee, maar de tweede hit harder. Nee. Oh, huh? Oké, apart. Ik dacht dat het veel meer zou doen. Oké, okay, tweede battle is gecomplete, maar ja, ik moet nog drie battles. Yes. Het is zo jammer dat die eerste battle zo kut ging. Ja. Deze ging wel iets beter. Maar goed, de derde weten we niet wat nee. Ze gebruikt. Kijken, wat was de character ook alweer? Was het een Chiggy? Oh, huh? Oh, misschien waren het toch wel vier battles. Oh, dan ben ik op de helft. Ja, want de laatste was een male cypher pion. Oh, dat was het net zoals in die Colosseums. Dat zijn dan vier battles. Nella, let's go. Torkoal en Sunflora. Weet je wat de ability is van Sunflora? Chlorophyll. Chlorophyll. Dat doet hij zo. Ja, dat denk ik ook, ja. En dan is hij ineens sneller. Drought, Torkoal. Dit is wel vervelend, ik. Nee, want dan blijf ik in triple axel. Dat wil ik niet.
misschien triple kick gewoon op de Sunflora. Dat zou neutraal zijn. En dan een psychic op de portal. Ik ben sneller dan de Sunflora. Hmm. En Torkoal's dood. Nice. Oké, okay, dat is een goed begin. Dat is een Gucci begin inderdaad. Oh jee. Oh shit. Oh, dat is niet zo puik, dit. Nee. Oh, dat nog. Uh-oh. Hit. Nee. Godverdomme. Dit is niet normaal meer. Ik had beter trouwens Aerial Ace kunnen doen op zijn floor, bedenk ik nu. Huh? Has no moves left? Kut. Ik had niet gekeken naar de PP van Triple. Ik ook niet. Triple choice band, let's go. Nee, Hibbletop is toch al bijna dood. Nee. Ik zag een Moonblast doen, ik zag Psychic. Dat ding gaat een hit als een truck. Gelukkig op een Wimbledon, maar die was toch useless. Ja, die kon je niet meer gebruiken, helaas. Oké, okay, oké. Okay. AGG Ron? Nee, die steal trouwens. Nee. Maar fuck, die Arcanine is sneller. Doe maar toch wel GG Ron. Ik denk dat je wat meer aan die Ninetales later hebt dan GG Ron. Sidekicking. Die Swordbeam tankt hij wel, toch? Ja. Not very effective, huts. Dan Head Smash. De Arcanine en Psychic. Allebei op de Arcanine? Ja, want dan hit je de volgende Pokémon. Waarschijnlijk ben je... Kijken, ik denk dat je Aggron wel een Flare Blitz overleeft. Gardevoir. Oh, maar de Gardevoir ook, maar ja, dat is niet zo ideaal. Het is eigenlijk de bedoeling dat hij het op de Aggron deed, maar goed. En dan komt nu de volgende Fire-type Pokémon, toch? Ja. Nou, hopelijk hit, kan hij niet meer Eruption doen. Raak. Yes. Nice. Nice. Hopping, it's going. Oké. Nu is het alleen nog de Sunflora killen. Oh. En de Sudowoodo. Ja, nou dan zeg ik Iron Head tegen de Sudowoodo en dan Psychic tegen de Sunflora. Ik denk dat dat het verstandig is. Godsamme. Je mag toch hopen dat de Sunflora... What the fuck? Dat leert Sunflora niet. What the fuck. Sunflora hoort trash te zijn, maar ze hebben nog een boost dus. Dit is een beetje sad. Kijk, wat heeft het? Ach, ook nog een burn. Het hoort alleen maar Sunny Day als Fire Move te leren. Sunflora is echt een kut Pokémon, holy crap. En dit doet pijn. Moonblast op de Sudowoodo. Die Sudowoodo die heeft een Rock Move. Godverdomme, nee. Ook dat nog. Dat ook. Maar goed, je hebt Aurora Beam. Ja. Maar ja, het Smash.
Hoekje booming! Nee, je bent wel een heel ver gekomen. Dan, zeker, en wel, het zat ook niet elke keer mee, dus... er is misschien wel potentie voor de volgende aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer.